dat ding aan je pols en die gaat stoppen. Je moet eens kijken, hij komt overal tussen. Die betaalt alleen als je een extra kortje erbij zet. Hij neemt stof op. Goed gedaan, rolling al strak. Nieuw kaartje. Alsjeblieft, Hendrik. Wat bedankt. Ja. Ik vind het ook weer fijn dat ik over zeg even oliebom van jou opvang. 10 voor 5 euro. Prijs, groeten uit Cameroen. Opbrengst van Wiklif bij de Taalwerk. Helaas in de ambtenaren, ja, die eten dit bij bosjes. Ja, dit is namelijk een antistressvitamine. Ja, daar word je helemaal rustig bij. Ja, maar even een paar dingen extra erbij, jongens. Ik zou bijna een gele doen, zeg ik dat? Gosh, tasje vullen! Ja, leegmaken, opmaken. Ja, ik heb twee tassen. Ik vind eigenlijk dat die nog een paar bij op kan, zeg je dat? Ja, je moet wel opletten, hè? We hebben één van 28 euro. Uit of een hoofd. Ik heb het buigen. Ja, dat is het. Let's go.
Lunt iedereen. Ja, 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 ja. Daar. Mooi, hè? Is dat net zo? Ja. En met Fries dan? Thank you.
Kijk eens, dat is leuk. Waar zit je aan? Zit je aan? Kijk, wil je ook een mooie ballon erbij? Ja, dankjewel. Wil jij er ook een? Nou, nee, ze knijpt het kapot. Kijk eens. Nee, ja. Daar is het thuis. Nou, bedankt. En jij nou? Ik heb alleen geen groene. Wel een witte? Kom maar, Marianne. Wat wil je? Een streepmuis? Of inzakken? Dat is gevaarlijk. Ook een het is wel een beetje een lommel, hè? Een paar zakjes. Ja, een zakje. Kijk, net een echte hond. Vind je het net een echte hond? Het is een hond met een megastaart. Vind je dat goed? Alsjeblieft. Een springmuis. Die is van mij niet. Nee, die is van mij niet. Kijk, ja. Zij die. Dat is een springmuis. Kijk eens. Kom maar, drie bosje de knakie, snoek op van de kind. Hartstikke wel, laatste beetje, had even weinig. Is het schoonmoederdag, ze kostte drie voor de knaak. Had even weinig en die jonge man is nooit chagrijnig. Hartstikke wel, 2,50, kom maar. Uitzoeken hoor, kom maar. Prijzen zeker, prijzen slag in een lesje. Nee, nee, prijzen. We doen het gewoon nog één keer vandaag. Op deze feestdag drie bossen en kraken. Hoppakee, drie bossen en kraken. Kom maar, kom maar, kom maar. Uitzoeken. Yo, Arita. Op dit moment is de wind een beetje richting Wezep-Hattem. Maar de voorspelling is dat we net aan de noordelijke kant van Zwolle langs gaan. Dus nog even afwachten wat het precies gaat worden. Maar we hebben ook nog een drie kwartier de tijd voordat we de lucht in gaan. Horen wat er allemaal gezegd wordt. Nou, de ballon staat nu nog, of de band staat nu mooi rechtop. Dan kunnen jullie goed zien hoe alles in elkaar zit. Straks komt die plat te liggen. Vandaar dat ik dat nu alvast even doe. De band komt plat te liggen, de ballon komt daarvoor, de ventilator gaat aan. Vanaf het moment dat die ventilator aan is, wil ik jullie vragen echt in de buurt van de band te blijven. Want ik heb jullie op een gegeven moment nodig om die ballon vast te houden. En ik moet het niet hebben dat ik jullie ergens achteraan weg moet plukken. Dus blijf in die buurt van de band. De ballon, nou ja, hij wordt nu al naar de plek gebracht, komt daar voor te liggen, de ventilator gaat aan. De ballon komt mooi bol te staan. Op een gegeven moment ga ik achter de brander zitten. Ik ga de ballon verwarmen en op dat moment dat ik achter de ballon, op een gegeven moment zet die ballon mooi rechtop. Het mandje staat op een gegeven moment.
dit niet zo erg hoor. Gebeurt verder niks. Als we een rustige landing hebben, dan ga ik dat aangeven. We gaan een rustige landing maken. Maak je er klaar voor. Wat je dan doet, is dat je je beide handen vasthoudt. En dan beide handen echt vast aan de randen van de gasfles of aan de touwles. Aan de binnenkant. Van onder naar boven erdoor. Dan is als je de hand tussen krijgt, maar het gaat van onder naar boven door. En af. Wat is het? Ja, dat is straks.
in een vat nodig. In de vat?